Welkom bij de Capcomo podcast. Het is vrijdagochtend 25 oktober en ik ben in Miami, nu terug in mijn hotel. Door het raampje van het toilet kan ik de prachtige blauwe zee en de palmbomen zien. Life is good. Ik was net op het strand aan het mediteren en aan het schrijven. En ik schreef het volgende. Een marketing masterpiece schrijven is zoiets als een baby maken. Even de info, een marketing masterpiece, dat is eigenlijk een term die ik van Elke de Boer heb geleerd. Dat is een product, een document dat je maakt en dat zo goed en stevig staat, dat het eigenlijk het werk voor jou doet. Maar om zoiets te maken, heb je heel veel tijd nodig. Dus, een marketing masterpiece schrijven is zoiets als een baby maken. Net als een baby mag je gerust veel tijd, 9 maanden uittrekken, om het te laten ontstaan en te laten volgroeien. Al jouw DNA, jouw bloed, zweet en tranen komen erin. Alles wat jij tot dusver hebt geleerd over het leven, je ervaring, je inzichten, je kennis, alles stop je erin. En het is af als het volgroeid is. Dan kan het geboren worden. Maar hoe weet je dat het klaar is? Net als met een baby wordt het geboren in een default state. Het is eigenlijk nog, het heeft wel jouw DNA en al jouw kenmerken, maar het zijn de basisinstellingen. En daarna ga je het kind dingen meegeven, opvoeden, tweaken zogezegd. En je laat het de wereld ingaan en interactie met anderen aangaan. Je laat het ook deels los. Door de invloed van je omgeving en van anderen wordt het nog een beter product. Je gaat daarmee net zo lang door tot het staat en loopt. Letterlijk en figuurlijk. Voordat je je kind gaat creëren, is het wel belangrijk om te bedenken, wat wil je het kind meegeven? Ik schrijf daarover dat ze mag doen wat ze zelf wil en hoe ze het wil. Dat ze zichzelf mag zijn en dat ze trots mag zijn op wie ze is en wat ze te bieden heeft. Ze mag zichzelf laten zien en laten horen. En ze mag staan waarvoor ze in gelooft. Hoe gek het ook is, hoe anders dan anders het ook is, dat maakt niet uit. Ze hoeft zich niets aan te trekken van wat anderen doen en ze hoeft ze niet te kopiëren. Ze hoeft zich niets aan te trekken van wat anderen vinden. Ze kiest haar eigen weg en dat is zeker niet altijd de makkelijkste weg, maar ze gelooft dat het leven leren is en dat ze dus ook lessen mag leren en fouten mag maken en dingen uitproberen. Ze mag delen wat haar rijk maakt. Alle dingen die het leven mooi maken. Ze mag genieten. Ze mag de dag plukken. Ze mag zijn met wat er al is. Want alles is er al. Maar dat alles er is wil niet zeggen dat je niks meer hoeft te doen. Want je moet het ook zien. Je moet het wel pakken. Je moet het zoeken en je moet het vinden. Je moet er actief mee aan de slag gaan. Niet afwachten tot het in je schoot valt. Want dat gebeurt niet. Je moet de ballen hebben om er actie in te ondernemen. Om te doen. En ook om diep te gaan. Niet de easy way brengt je naar het goud. Schatgravers worden pas beloond als ze moeite doen. Geduld en doorzettingsvermogen hebben. Urenlang in een bloedhitte lopen, zoeken, zeven tot ze een klein klompje goud boven weten te halen. Dig deeper into your soul. Want in je ziel zit jouw goud verborgen. Je liefde voor jezelf, voor het leven en voor anderen. En dat is jouw goud en wat jij te geven hebt. En op het moment dat je jouw baby creëert, stop je daar al jouw goud in. Zodat andere mensen daar ook iets aan hebben. Dat was mijn inzicht van gisteren. Dus doe ermee wat je wil. Oké, hoi. Dankjewel voor het luisteren naar deze podcast. Mocht je willen connecten of meer informatie willen hebben, dan kan je me vinden op LinkedIn en op Instagram @katkolmo. Die twee aan het eind. Tot de volgende keer!
Ciao.